Hey, en leuk dat je kijkt naar een nieuwe video. Als je het zien, lekker in Efteling. Ik ga een leuke video maken, dus kijk lekker mee. Lekker! Ja, kijk, voor mij ik Efteling al. Loop bij de Pieter, die is heel even dicht, weet ik het. Misschien loopt ze voor maar weet ik het al niet. Misschien dat hij later op gaat. Hopen gaat het zo leuk zijn, maar weet je ook wel ingaan, mensen. Joris in het trek, hè? Houd de achtbaan. Rap je het over. Nou, ik ga even kijken of ik omaatje kan maken met Mexico, maar ik denk dat het vandaag wel weer gaat lukken. Hier zijn jongens in het rijk, dus ja. Mensen, ze zeggen, leg aan, kijk lekker mee naar de online. Ik ga de single rijden en ben benieuwd of ik water of vuur heb. Maar dat is mijn single rijden even afwachten hoeveel het plek is. Dus ze zeggen, kijk lekker mee. Kijk van mijn keer van Loos is kunnen zien. En ik heb een drankje geweest. Ik had eerst vuur en daarna water. Maar ik ben gewoon via de single rijder gegaan. Ja, ik ben weer alleen vandaag. Dus ik ben via de single rijder gegaan. En dan had ik eerst water. En dan stond niemand bij de single rijder. Ik vond er amper iemand. Dus daarna ben ik er nog een keer ingegaan. Daarna heb ik eerst vuur en daarna water. Maar ik had allebei de ritten, zoals jullie kunnen zien, onwijd gefilmd. Dat is best wel een vet. Ja, stiekem lekker weer. En het is allemaal niet, ja, zie jullie zo meteen weer. En natuurlijk voor jullie een mooie vlog van maken. Lekker, heel mensen van mij heeft ook de Lieve Hollander in. Ja, super leuke attractie.
ik heb natuurlijk weer zin in om erin te gaan, dus ik heb er veel meer zin in. Ik heb in ieder geval iedereen en ik zie jullie zo weer. Lekker. Ja. Ik heb er weer een Holland erin. Ik heb er zin in. En het is natuurlijk lekker weer keer. Ik heb er echt zin in, dus. Nou, dat is een mooi glas. We zijn nog even in de Hollander. Superleuk. Ik heb zin in. Ik zit even vliegen om met een lampje dat bootje in daar zit. Er zit een beetje de muziek op de achtergrond. De vliegen Hollander. Ja, blijf eens vet aan het werk zien. Even lachen. Dat is wel leuk. Ik ga toch een papier hier, hè? Daar. Oh mijn god. Weet je wel. Als je de hele uitzending doet, kun je geen gemiddag ook rechts uit te lachen. Hè? Dat is wel een beetje grappig. Ik wil even. Ja, hier bij de nieuwe spoorstel ben ik zoek al even gereden. In mijn juristieren. Drink je vandaag weet nog niet, dus. Ja. Zie ik allemaal wel. Goed, ik ben ik weer een keer in mijn schilder vanzelf. Maar. Even kijken of ik nog eens in kan gaan. Ah, spooky, spooky. Ik kan niet met z'n allen meer naar boven gaan. Droevelijk dan. Het is in Ketan. Droevlucht. Oh, met tech. Droevlucht. Lekker. Oh, mijn god. Zet, droevlucht, jongens.
is het super heel chill, dus. Lekker. Ik heb mijn tijd zo. Ik ben echt een beetje glorie in dat ding. Oh mijn god. Lara! Geen idee wat je voor hebt. Ik heb een Hallo meneer! Hallo! Ik heb erin vlucht. Super gezellig. Het is echt gezellig, super leuk wat ik zei. Alleen, ik ben blij dat ik er nou in ben geweest. Want kijk, het is al een beetje, er staat een flink rij naar buiten. Dus ze maaien gewoon tot aan daarachter. Oh mijn god. Dat is niet leuk meer. Hier, als je kan kijken, ze is ook die rij al helemaal inzetten. Toen ik net die rij inkwam. Was het nog niet zo druk. Dus om eerlijk te zijn, ben ik blij dat ik daar al in geweest ben geweest. Dus deze rij er wel in staan, dus daar denk ik 3 kwartier in. Of een uur. Even langer. Nou, eerlijk gezegd. Ik ben altijd... Geen nut zin om lang te wachten. Voor een... Voor een tractie. Maar doe je. Oké, een half uurtje vind ik nog wel wat ga je nog net wel te doen, maar... meestal als ze lang staan dan een half uur gaat er niet in. Soms wel, heel zelden. Maar... Och ja, daar ben je niet blij van. Kan ook nog, hè? Maar in ieder geval, ik ben lekker druivelijk geweest, dus... Dat is leuk. Nou, met leuk dat je weer kijkt. Nog steeds kijken. Ben nou eens net. Wat weet ik nou wel aan? Sprookjesbos. En daar ook. Kijk. Hazen Rietje. Ja. Hartstikke leuk. Ja, het is een leuk sprookje, maar. Als hij het doet, tenminste. Ik zal het voordoen. Kijk aan zijn rietje daar. Ja, het ziet er best grappig uit. En ja, joh, ik heb nu een beetje besproken, zoals een beetje vloggen. Het is hartstikke leuk. Lekker. En mensen, hier hebt het de draak. Met het Sprookjesbos. Ik
mensen, zeven duimpjes. Kijk, het is van Mikey Eftel. Ik heb een lekkere sprookjesbas. Hartstikke leuk. Hier heb je een ezeltje strikje. Dat is ook wel grappig. En nou die kikkerkoning. Met zijn balletje aan ze. Nou, dat ziet er ook wel erg geinig uit. En ik ga ook nog kijken. Dat is ook wel misschien wel lachen. Hier. En wat ga je daarna doen? Ja, kijk voor mij Eftel. Hierachter, hier zo is een spookbum show. En dan ga ik even een stukje filmen. Ja, dit is het voor het eerst dat ik dit in de vlog doe. Ik heb hem ook wel eens ergens los op mijn videokanaal staan, dus ja, leuk. Lekker. Ja. Voordat de show begint met het spookjesbumshow natuurlijk. Ik weet niet of we zo'n dikker hebben. Nee, ik ga niet alles filmen. Maar even wat kleine stukjes filmen hier van de spookjesbumshow, wat ik het precies uitspreek, maar... Ja, dat is best wel lachen. Lekker. Het is echt super leuk grappig hier bij de Spongebob Show. En ja. Ik kan niet filmen. Met die zo'n kapje naar zingen en zo. Dus die komt die wolf met die dat zag ik niet zo. Ik heb het op die maar. Kijk lekker met zich. Lekker. Ik wil lekker te slapen. Ik moet gebouwd op kist. Kan ik slapen, joh? Dit is een nieuwe sprookjesboodschap. Dat kan maar niet schelen. Een arme vrouw. Fatsoenlijk aan mij. Dacht dat je... Weet je, Maxie, daar heb je maandenlang voor geoefend. Ik heb geen net. Dat is vergeten. Ik wil rust. Nou. Jongens, meisjes, jullie willen toch ook een sprookjesboodschap doorgaat? Ja. Ik heb een idee. Doe anders gewoon met me mee. Wat? Ja, dan zijn we een duo. Ja! 5, 6, 7. There's no business duo. Like show. Business like show. Hallo. Ik zeg toch nee. Ah. Alles aan toneel, dat vind ik heerlijk. De glitter met applaus en de muziek. Ik ga jou! Dit is de laatste waarschuwing. Nog één keer. En ik tover alles en iedereen stil. Begrepen? Nee. Ja, je kan ook knikken, hè? Je hoeft niet per se met je geluid te praten of zo, of wat dan ook, hè? Bah! Nou... Ben je toch een fakes? Laten we maar gauw weer verder gaan. Dames en heren, jongens en meisjes, mag ik een hartelijk applaus? Maar niet te hard, niet te hard! Voor niemand minder dan... de grote... Wolverini! Dank je! Jongens en meisjes, hier is de grote Wolverine. Nee, dat doet weer. Samen met zijn liefdallige en charmante assistenten. Huh? Geef er een warm applaus. Nee. Roodkapje! Nee, dat kan niet. Lachen. Wolf. Het is wel grappig dat Roodkapje er ook nog bij is. Ezel. Oh mijn god. Ezel! Ja, nee, dat wil ik helemaal niet. Je maakt toch een grapje op, ik! Ezel! Ezel, kom terug! Ezel! Daar ben ik dan! Dank u wel! Dank u wel, dank u wel! Ik, de grote Wolverini, zal voor u een grootse goocheltruc uitvoeren samen met mijn smakelijke assistent.
Ik bedoel, zakelijke assistenten. Roodkapje, geef er een warm applaus! Meneer de grote Wolverine. Ja! Wat moet ik dan doen? Niks, gewoon je smakelijke zelf zijn. Dames en heren, ziet u dit touw? Dit is niet zomaar een touw. Dit is namelijk een goocheltouw. En met dit goocheltouw kan ik jou vastbinden. Nee. Je hoeft niet bang te zijn. Ik ben een hele goede goochelaar. Ik heb deze truc nog geleerd van Hans Horloge. Hans Horloge? Ja, ja, ja. En hoe gaat die truc dan? Oh, gewoon, ik bind jou vast. Ja? Ja, ik bind jou vast. Ja, je bindt me vast. Ja, ja, en dan? En dan? Roodkapje roulade. Roulade, ga er maar staan. Jongens en meisjes willen ook heel graag dat ik jou vastbind met mijn touwtje, toch kindertje? Nee, toch? Toch kindertje? Jawel! Nee, dat kan helemaal niet. Hoezo niet? Omdat ik een dans heb voorbereid. Een dans? Ja, en die dans zou ik graag eerst willen doen. Mag dat? Nee. Nee, daar hebben we nog geen tijd voor. Nee, nee. Ja! Iedereen wil mijn dans zien. Echt niet? Echt wel. Ja, toch, vingers? Nee! Nee, dan! Twee mensen niet, maar de rest wel. Nou, Roodkapje, ik speel met mijn touw. Ja, snap ik. Maar wat als ik eerst mijn dans doe, dan mag je daarna met de touw aan de slag. Vooruit dan maar! Kijk, die gastjes nog wat in doen. La 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 la. Dat is best wel geinig, is het bij de show. Maar dat was niet de bedoeling. Auw! Nog een duimpje zo. Nog een belaste zo'n duimpje. Sta hier op. Sta een duim erop. Zeg, Roodkapje, waar ga je heen? Maak me los! Maak me los! Zeg, Roodkapje, waar ga je heen? Maak me los! Wat? Lawaai! Oh mijn god, echt geinig dit. Wat doe je? Oh ja, ik ben er wel. Ik sta wel. Staat te goochelen, zie je toch? Hij lijkt wel een dikke wolf roade. Ik ben de grote Wolverine. De grote? Wolverine? Ja. Dat is mijn show. Hou je man. Roodkapje eten. Roodkapje eten, hoe kom je erbij? Ik eet hier ook kaartjes. Maar goed, jij was aan het goochelen, hè? Ja, grote Wolverine is mijn shownaam, ja, ja. Goochelact. Ja, ja, nou ja. Volgens mij lukt het niet helemaal, of wel? Waarom hebben we zo... Ik zit momenteel even tijdelijk zonder assistent, hè? Ach ja. Ja. Seks. Wat? Zou jij misschien eventjes los willen maken? Ja, los? Ja. Wij zijn niet los, maar ik doe niet mee aan die poppenkast van jullie. Ik heb al de hele dag last van die sprookjes. Zo, ik doe geen oog dicht met alle lawaai. Wat? Hexie-pexie, ik kan jou helpen. Nou, kijk, voor mij, je hebt al zuster kunnen zien, was dat de sprookjesboom show. Kijk, ik de reus. Serieus, mijn klein duimpje. En zo. Dit is toch best grappig, dit. Maar ja, dacht ja, nog even jullie lekker de sprookjesboom. Ik vind sprookjesbos. Ik dacht ja, doe ik een keertje die show mee, want dat is ook wel geinig en zo. Lekker.
Niemand weet, niemand weet dat ik repelsteeltje heet. Niemand weet dat ik repelsteeltje heet. Oepla, niemand weet, niemand weet dat ik repelsteeltje heet. Oepla. Waf langs de Sprookjesboom. Super geinig. Sprookjesboom. Hoe oud ben jij eigenlijk? Hoe oud ik ben? Zal ik je vertellen dat ik al 100 jaar oud ben? Nou, zal ik ook vertellen hoe oud ik ben? Ik ben ook veel te oud. En het is jaar geweest dat ik het in ieder geval nog zo'n verjaardagsvlog gemaakt. Jullie ook al kunnen zien als je het nog niet gezien hebt. Je hebt de vorige video even kijken, want dat was in mijn verjaardag gevierd. Laatst in de Efteling. Maar dat was ook even geinig. Zo, ik kijk de vaak hier. Ik ben even gelukkig. Ik heb vorige keer ook meegevlucht. Maar ja, zoveel geinig. Lekker! Voor mij keer even, ik zit even bij de Ravelijnshow nu. Het Sprookjesbos gedaan zoals jullie kunnen zien en zo. Ja, ik ging wat kleine dingetjes gewoon genieten in de show van. Maar ja, ik denk dat ze vaker dan. Zet ook op mijn kanaal ergens. Bij show met de shows van Ravelijn. Ja, ik ging nu gewoon in de vlog wat kleine dingetjes filmen voor jullie. Lekker! Er staat iets op de poort. Ravelijn. We zijn in Ravelijn.
maar gewonnen. Zoals jullie kunnen zien, zit de ravelijntje. Ik ben er wel een dikke te ver geweest, maar blijft hij echt die show vet voor me. Echt een goede show, echt. Ik vind die show van Ravelijn echt zo geniaal. En echt super leuk. Lekker. Oké, van mijn keftel gaan we van Bullican. We zijn nu wat gegeven met z'n boelica, single riders. Nee, dat is een neem. Lekker! Lekker! Gracias! Lekker dat je weer zoveel mogelijk blauwe duimpjes omhoog. Jullie meer toffe video's van mij zien, abonneer dan op mijn kanaal. En ik zie jullie de volgende video weer. Lekker!